Ja, korte leader. Dus we zijn alweer welkom bij de verlenging op YouTube. Alles wat we hier besproken, wat nog niet ter tafel is gekomen in de uitzending op tv. Je had het over MVV, er was niet zo te spreken, ook over het eerste doelpunt bijvoorbeeld. We hebben Tim Zegers, die eigenlijk is doorgebroken dit seizoen in de basis althans, gevraagd naar zijn reacties na die verloren wedstrijd tegen ADO 0-3. Ja, goed, ik denk dat we daar misschien wat beter ons moeten op voorbereiden. Nu, gisteren op de training hebben we een heel klein beetje gedaan, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet genoeg was. Hebben jullie de afspraak van zonedekking? Ja, die hebben we zeker. We hebben 4 mensen in de zone, 3 man ervoor. Dat ging al mis bij Willem II, dat ging mis afgelopen zondag bij de Graafschap en nu weer, dus dat zou er misschien wel eens uit mogen dan? Ja, goed, dat is afhankelijk. Ik denk dat het afhankelijk is ook wat de trainers willen. En ik denk dat misschien als iedereen de afspraken nakomt, het ook niet gebeurt. En nu heb ik het gevoel dat het door, omdat mensen misschien niet helemaal goed weten wat ze moeten doen in die situatie, dat het daardoor misschien ook mis kan gaan. Ja, wat hoor je, Reginald? Onzekerheid, onduidelijkheid. Kijk, als je karakters... Het gaat over die corner, over dat verdediging van die hoek. Als je karakters in het veld hebt, ja, we moeten altijd naar het verleden kijken. Maar dan, ik heb de spits, die is het grootste. Erik Meijer, die kwam terug, die had dan de grootste voorstopper. Nou, de bal kan maar op één plaats vallen, hè? Dat is duidelijk, hè? Hij zegt, we hebben er even op getraind. Ja, maar dat is onduidelijk. Dag tevoren en het is niet helemaal duidelijk. En dan zegt hij zonnedekking en een beetje mandekking. En dan de trainer wil dat zo. En ja, ik kan er niet zo goed naar luisteren, moet ik heel eerlijk zijn. Maar waar zit het pijnpunt? Druk is het erop. De pijnpunt is toch gewoon dat... De Vergoosen zei ook al eens een keer, je maakt het duidelijk van tevoren. Iedereen heeft een man, behalve Tal, die gaat voor de bal. En is dat duidelijk. En als die bal, waar die ook komt... En dan ligt het dus bij de... Planning hebben vooraf. Ja, maar dit is ook gewoon de andere kant. Je staat daar. Het is maar één ding. Alles eraan doen om het doelpunt te voorkomen. Ja. Dus, en rekening houden dat hij bij jou valt. Ja. Ik zie ook wel een speler die staat met de handen in de zij. Ja, precies. Die staan zo bij de paal of zo. Ja, die bal kan daar vallen. Maar je moet gewoon zorgen dat je als speler zijnde zelf verantwoordelijk voor die zone, voor die speler. Maakt niet uit wat. Of een man denk ik of zone. En je doet er alles aan. De beste en nu, kopper. Nu is het allemaal zo half-half. En je weet de beste kopper, die haalt er zo uit. Dat heb je in de wedstrijdbespreking besproken. En je ziet ook, Brian ook, hè. Brian is natuurlijk geen kopper. Maar Brian staat daar vlakbij en dan gelijk omdraaien en wijzen. Want dat is tegenwoordig ook mode. Ja. Je draait je om in de zonneverdediging. Ja, maar hij baalt ook als een stekker, volgens mij. Ja. Ik zie ook jongens springen die onder de bal doorgaan. Ja. Dus als jij niet ja, Brian springt kunt koppen... Ja. Als je niet eraan komt en je blijft aan staan, of maar ja, je gaat niet springen en eronder door. Je moet wel meedogenloos zijn, hoor. Je hebt gezien bij RKC, die keeper gaat er ook vol voor. Een beetje te meedogenloos. Maar ook Waam, de bal is wel strak ingegeven, maar je staat op 1-2 meter van de bal. Of die nou lang onderweg is of strak. Nee, je gaat er een keer op. Moet gewoon klaar zijn. Ja. Klaar. Ja. Nou ja, 3 keer achter elkaar. Ja, vanavond Eindhoven is ook nog niet slecht begonnen. Je hebt weinig doelpunten tegen, ook. Een moeilijke ploeg ook voor MVV, denk ik. Altijd geweest, ja, Eindhoven. Ja. En de trainer dan, krijgt hij dat nog op de rit? Dat is natuurlijk wel een lastig verhaal. Hè? Maar ja, een beetje zelfvertrouwen komt natuurlijk ook met goede resultaten. En vorig jaar heeft hij ook in het begin, je hebt ook wat geluk nodig. En dan komen die punten, dan komt het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn. Ja, dan krijg je zo, en dan gaan we naar uit, dan gaan we thuis, dat maakt niet meer uit. Nou, thuis was een kasteel geworden, hè, defend the castle, hier gaat niemand winnen. Ja, dat geloof gaat natuurlijk, en maandagavond... Daar zitten geen 6.000 man nu. Daar zitten er, eigenlijk staat in de krant 5.000. Met de seizoenkaart zitten er 3.000. Ja. Dan moet je zelf de sfeer maken. En ja, ik zeg altijd, als je 5 wedstrijden speelt, kun je er beter 3 verliezen en 2 winnen, als dat je 5 keer gelijk speelt. Ja. Heb je meer punten. Ja, ga er dan voor. Jij zit wel in het stadion, want jouw zoon zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Ja. De MVV. Ja. Ja, dat is toch een mijlpaaltje. Dat is leuk, ja, zeker. Dat is ook een beloning voor hemzelf. En dat vind ik wel, ben er natuurlijk trots op. Ja, ja. Dus je gaat zo meteen kijken, maar denk je nog dat hij wellicht nog... Nee, dat denk je niet. Wel een grote doorbreekkans tegenwoordig. Ik ben blij dat hij heeft de hele voorbereiding meegedraaid en ook best veel gespeeld. En daarna terug naar de onder 21, wat begrijpelijk is. En hij doet het daar goed, hij wordt nu beloond. Dus hij mag ook blij zijn dat hij op de bank zit, dat hij mee mag maken. En alles extra is mooi meegenomen. Maar zo begint het toch? Ja, zo gaat het ook. Zo begint het, ja, zeker. Goed zo, mooi. Dan gaan we even luisteren naar Danny Buijs. Dat is natuurlijk de trainer van Fortuna Sittard. Met 4-0 onderuit bij AZ. En Danny Buijs heeft het dan in het interview met L1 vooral over het feit dat ze na de 2-0 allemaal de kopjes laten hangen. En niet knokken om het 2-0 te laten blijven. Maar dat het uiteindelijk toch nog 4-0 wordt. Als je er niet meer in gelooft, kan je beter uit het veld stappen. Ook al sta je 2-0 achter, 3-0 achter, dan moet je het geloof hebben en het besef hebben. Dan is dat misschien het maximale. Oké, maar dan moet je wel als team blijven opereren en mentaal zo sterk zijn dat je gewoon blijft doen wat er nodig is. In plaats van dat je aan de teleurstelling toegeeft
En dat we dan als een kaarthuis zeg maar in elkaar storten of als team uit elkaar vallen. En dat mag gewoon niet gebeuren. Is er een trainer die daar anders over denkt, denk je? Hoe krijg je het voor elkaar dat dat dan toch niet gebeurt? Dat is natuurlijk het lastige wat trainer zijn. Denk ik. Psychologie, hè? Ja. Maar het gebeurt gewoon. Hè. Soms heb je een wedstrijd gewoon niet onder controle. En die psyche die werkt dan door op je hele lichaam. En dan geef je het weg. Dat kan gewoon. Ik wil achteraf zeggen, ja, dat mag niet gebeuren. Nee, het mag niet gebeuren. Maar het gebeurt. Ook met 11 profs die daar staan. Hè. Dat is ook zo. Je ziet wel de vergelijking tussen individuele sporten. Want dan heb je dat nog sneller. Iemand rent je voorbij of fietst weg in de Tour de France. En ja, Jezus Christus. Met een elftal, zoals jullie bijvoorbeeld ook geselecteerd hebben. Ik zeg altijd, in de as, daar gaat het om. Dan moet je littekens hebben en grijze haren. Dus karakters en ook mensen met ervaring. Ja, en die moeten dan opstaan. Kijk, wat hij zegt niks meer dan... Ja, we verliezen vandaag met 3-0, dat is niet erg, maar we gaan er wel vol voor. Ja, nou. Ja, en dat is wel het minste wat je mag doen. Je hoeft niet meer te winnen. Je gaat ook niet meer winnen. Maar wel nog even, haal er het positiefste uit. Ik heb 3 keer tegen de degradatie mogen voetballen... met hele goede, wat oudere voetballers... Ja, je laat je niet afslachten natuurlijk. Dat is wat je niet doet. Maar dit is waar je nu al in zit, het leiderschap tegenwoordig. Ja. Weet je, om echt gewoon tot er iemand staat in een vel van... echt iemand bijna bij zijn keel pakken. En nu gewoon door. Tot hier niet verder. Ja. Dan gaan zoveel kopjes hangen. Je mist dan een beetje dat leiderschap. Ja. Dat mis je... Maar hetzelfde bij VV. Die had ook echt een off-day tegen Helmersport. Ook een 0-4. Ja. Maar je kunt toch ook een keer gewoon flink op je bek gaan en daarna weer oppakken. Dat hoort er toch bij? Ja. Dat hoort erbij. Ja, goed, dan zeg ik altijd uithuilen en door. Ja. Maar ja, doe er wel alles aan. Ga in ieder geval wel de veld af. En natuurlijk teleurgesteld en balen. Maar wel van, weet je, we hebben het niet laten lopen. Even tussen haakjes. Ik zeg niet of Fortuna het heeft laten lopen, maar... Je moet het gewoon even wel interpreteren. Voormaken. Ja. Ja. Wij hebben ook wel eens wedstrijden gehad. Zeker bij iedereen. Je hebt nog andere clubs gehad. Maar dat we tegen de scheidsrechter konden zeggen... hoe lang is het nog? Fluit in godsnaam af, we maken er nog maar eentje. Ja. En dan 89.2. En dan gingen we naar binnen. Ja, nu voetballen ze een kwartier door. Dat is een beetje lullig. Ja, maar ja, die wedstrijd heb je zeker. Er is niks meer te halen. En we gaan hier, maar je wil niet afgaan. Hè? Dat is het andere uiterste. Tot slot, zijn er nog kaarten voor UOW? Ja, dus dringen. UOW, mag ik een stukje praten? Ik heb Shane Hansen als mijn bodyguard. Want dat is toch een beetje ver weg van Maastricht en wat dicht bij Kerkrade. Maar jij hebt een snabbelknusje. Snabbel? Wat is snabbel? Ze wil gewoon een hoogwaardige spreker. Ja, ik wil dat niet. Appel op rekening. Uurtje, factuurtje. Ja. Hij is een paar uurtjes daar, jongens. Ja. Oké, Kevin naar MV. Jij terug naar... Vanavond ga ik terug naar mijn dochter. Oh, terug naar je dochter. En jij gaat niet naar MV vanavond? Ik denk het niet. Okay. Ja, nu ik weet dat zijn zoon op de bank zit, twijfel ik weer. Oké, nou, tot volgende week in ieder geval op LNTV weer op maandag met nieuwe gasten. Tot dan. Je kunt zeggen wat je wil, hè.